De heer Dijk. Voorzitter, ik hou ook niet van zure mensen. Kijk. En ik hou ook niet van mensen met moralistische toontjes. Daar stoor ik mij ook heel erg aan in debatten. Maar zeggen dat zuur links de problemen heeft gecreëerd die nu spelen, ja, daar klopt echt geen bal van. Het spijt me zeer. 14 jaar Rutte, waaronder Rutte 1, met gedoogsteun van de PVV, 70.000 sociale huurwoningen in de verkoop gegaan. U mag echt alles en iedereen de schuld geven van de problemen in dit land. Maar nu bent u aan de beurt. Nu bent u aan de beurt, u bent verantwoordelijk, u bent vanaf nu de heersende macht. En ik wil het met u over de inhoud hebben. U zei net iets heel belangrijks. U zei net de armoede en de armoede onder kinderen gaat dalen. Kolder! De armoede blijft 4,7% en de kinderarmoede stijgt zelfs. En dat komt door u. Door dit akkoord. Dat is uw verantwoordelijkheid. En wat u tegelijkertijd doet, is alleen maar cadeautjes aan aandeelhouders, beleggers, mensen die hun eigen aandelen inkomen. 1,5 miljard euro aan cadeautjes aan de allerrijkste, grootvermogende, winstmakende bedrijven in dit land. En dat betaalt u door mensen in armoede te laten leven. Ja, voorzitter, laat ik er toch op reageren, al zat er geen vraag bij. Laat ik zeggen dat u heeft gezegd, en wat vindt u daarvan, meneer Wilders? Is dat goed, als ik het zo interpreteer? Dan zeg ik, het is niet waar, want iedereen gaat erop vooruit. De uitkeringsgerechtigden gaan er zelfs het meeste op vooruit. Als u kijkt, als u uitkeringsgerechtigden vergelijkt met de werkende gepensioneerden of het gemiddelde, dan gaan uitkeringsgerechtigden er het meeste op vooruit. En de armoede daalt, in ieder geval ten aanzien van de basisplaat, zoals dat heet, zoals die er lag. En ten aanzien van vorig jaar blijft die gelijk. En voor gezinnen met kinderen is inderdaad nog een hele hoop te doen. Maar hij daalt wel ten aanzien van de gezinnen zonder kinderen, ten aanzien van de basisplaat. En dat weet u, dat is ook logisch. Want als je ziet wat er allemaal gebeurt, dan is dat gigantisch. Voorzitter, en ik realiseer me dat er ook lastenverzwaringen tegenover staan, hoor, als BTW-verhogingen, dus niet alleen maar roze geur en zonneschijn. Maar misschien mag ik toch op deze vraag van de SP, voorzitter, de heer Dijk, zeggen wat we allemaal gaan doen. We bevriezen de komende 2 jaar het eigen risico en daarna verlagen we dat met 60%. Hè. Het gaat met €220 omlaag. Van €385 naar €165. Dat is het niet helemaal, maar dat is meer dan de helft. En dat is een enorm succes. In die 2 jaar daarvoor, 25 en 26, hebben we voor beide jaren 2,5 miljard nog gereserveerd voor lastenverlichting. We verhogen de huurtoeslag. Ook de mensen aan de onderkant hebben daar, juist de mensen aan de onderkant, hebben daar heel veel plezier van. We verhogen het kindgebonden budget. We hebben een half miljard structureel voor groepen in de knel. We verlagen de energiebelasting. Heeft iedereen wat aan. De accijnsverlaging op brandstof, benzine. Ook mensen met een smalle beurs. Die zullen vanaf 2025, volgend jaar, zullen die opnieuw niet meer daarvoor aan belasting en accijns hoeven te betalen. We hebben een koopkrachtige lastenverlichting van 2 miljard voor de werkende middeninkomens. De gratis kinderopvang gaat gewoon door. We hebben een compensatie voor studenten van meer dan 1,5 miljard. Dit kabinet, dit pakket is zelden zo'n sociaal pakket geweest. En ik had verwacht dat u niet met kritiek zou staan. Ik had verwacht dat u mij hier een bos bloemen aan zou bieden. Kunt u lang wachten. Volgens mij heeft u niet zoveel spreektijd, meneer Wilders. Over die armoede. Het spijt me zeer, maar wat u zegt klopt gewoon niet. En het blijft 4,7%. En dat betekent dat 800.000 mensen honger hebben, bijna 200.000 kinderen geen gelijke kansen hebben, niet naar verjaardagen gaan, niet meer naar het voetbal kunnen. Oh ja, die BTW gaat ook omhoog. Ja, meneer Wilders, het spijt me, hè? Ik wil best enthousiast zijn. En ik zie ook, ik heb ook in reacties bijvoorbeeld verlagen van de energiebelasting gezegd. Dat zie ik. Maar uw beloftes voor de verkiezingen om bijvoorbeeld het eigen risico af te schaffen of het minimumloon te gaan verhogen, u komt ze niet na.
En weet u hoe dat komt, meneer Wilders? Omdat u cadeautjes aan het uitdelen bent. Inkoop eigen aandelen, 800 miljoen euro. Had u het minimumloon van kunnen verhogen. Dividend en verkoopwinstbelasting, 214 miljoen euro. Kaching voor mensen die heel veel vermogen hebben. Belasting op vermogen, op sparen, op beleggen, 100 miljoen euro. Ching, cadeautje van meneer Wilders, dank u wel. Verruimen van renteaftrek, winstbelasting, 432 miljoen euro. Kaching, dank je wel, cadeautje van meneer Wilders. U had het eigen risico kunnen afschaffen als u dit soort maatregelen niet had gedaan. En meneer Wilders, dan vraag ik u, waarom deelt u dit soort cadeautjes aan mensen die het niet nodig hebben en die het niet verdienen? Weet u, ik zei het al, u ziet het niet graag, maar de mensen gaan er allemaal op vooruit. De mensen met een uitkering gaan er 0,9% op vooruit in één jaar. Dat is gewoon keer vier, is gewoon 3-4% in vier jaar. De gepensioneerden gaan er ook in vier jaar tijd 2-3% op vooruit. De werkenden gaan er ook 3-4% op vooruit. In het algemeen is dat zo in Nederland. En inderdaad, de gezinnen met kinderen in de armoede zou zonder ons beleid zijn gestegen. Dat is met een ingewikkeld woord het basispad. Het zou zijn gestegen. En nu ook, voorzitter. Nu stijgt het niet. Maar voorzitter, weet u wat hier misschien de schoen wringt? Is dat wij verantwoordelijkheid hebben genomen. Wij hebben onderhandeld met vier partijen. En uw partij, meneer Dijk, de SP, bestaat volgens mij dit jaar 52 jaar. En u heeft in die 52 jaar landelijk nog nooit iets voor elkaar gekregen. U heeft niet één dag verantwoordelijkheid gedragen. En dit akkoord wat wij nu hebben gesloten, waar we concreet wat voor mensen kunnen doen, met het eigen risico, met de huurtoeslag, met het kindgebonden budget, wat wij nu hier hebben laten zien, hebben wij meer bereikt dan uw hele partij in 52 jaar hier in de Tweede Kamer. Voorzitter, nog geen dag heeft de PVV zelf in de regering gezeten. En dan iemand verwijt brengen dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen. Die meer dan de helft van zijn periode dat hij politiek actief is in colleges heeft gezeten. Uw bagger van Rutte 1 heeft opgelost als het om sociale huurwoningen ging. Weliswaar in Groningen, maar wel gedaan. Sorry, maar u mag mij dat verwijten en weer alles en iedereen de schuld gaan geven. Ik vind het allemaal prima, ik vind het allemaal best, maar het slaat kant nog wel. Even over dat minimumloon. Dat zou verhoogd worden. Dat wilde de PVV, dat wilde de BBB en dat wilde ook het nieuwe sociaal contract. Maar in ieder geval de BBB en de PVV. Even de vraag, wat is daar gebeurd? Waarom is dat in één keer niet meer verhoogd? Waarom is in één keer de keuze gemaakt om wel 800 miljoen aan belastingvoordeeltjes bij inkopen van eigen aandelen te geven? En waarom is er niet voor gekozen om dat minimumloon te verhogen? Nou, weet u, om te beginnen, maar dat misschien komt u daar in de toekomst nog wel een keer achter. Als je onderhandelt, dan geef je en dan neem je. Als je onderhandelt, haal je met vier partijen, dan haal je dingen binnen en je moet pijn lijden. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. Mensen thuis snappen het. Als je met iemand tot een compromis moet komen, dan krijg je een succes. Dat hebben wij gekregen. Voor een groot deel op het eigen risico, op ons asielbeleid, op sociaal beleid. We hebben dat gekregen, maar we hebben ook pijn geleden. Ja, zeker. We hebben ook concessies moeten doen en we hebben dat ook aan andere partijen moeten doen. Maar ja, u zegt, we hebben dat geld gegeven aan die hogere inkomens. U had ook kunnen zeggen, we hebben met dat geld de huurtoeslag verhoogd. We hebben met dat geld het kindgebonden budget verhoogd. We hebben met dat geld het eigen risico voor een deel gefinancierd. We hebben met dat geld de verlaging van de energiebelasting. Weet u, het gaat niet zo'n onderhandelingen van jij krijgt dit en geef je dat aan dat? Zo is het niet gegaan. We hebben met z'n allen gekeken. Wat zijn de wensen die we voor belastingverlaging willen en hoe kunnen we dat financieren en toch een tekort krijgen wat nog 10%, wat is gelukt, onder de 3% ligt. En dat is ons allemaal gelukt. En nogmaals, ik ben ontzettend trots op dit pakket. Het is een sociaal pakket. Iedereen gaat er een inkomen op vooruit. Iedereen. En we gaan vervolgens ook nog een keer zorgen dat we het strengste asielbeleid van Nederland krijgen. En u heeft gezorgd dat de grenzen in Nederland, waar u zich er al over uitliet, durft u het woord asielbeperking bijna niet in de mond te nemen. En voor het andere heeft u niet één ding voor elkaar gekregen. En nogmaals, dat verwijder ik u niet persoonlijk, dat verwijder ik uw partij. Heel kort. Voorzitter, als het gaat om het verhogen van dat iedereen erop vooruit gaat. De laagste inkomens gaan er 0,2% op vooruit. En de allerrijkste van dit land gaan er systematisch 1,7% meer op vooruit. Dat zijn de politieke prioriteiten van de PVV. Nee, voorzitter, tegendeel is het geval. En dat zie je ook in de stukken van het CPB. Dat de mensen met een uitkering
er relatief meer profijt van hebben dan mensen met een hoge uitkering. Ik zei het al, inclusief het basispad, bijna 1%. En de werkenden gaan er gelukkig ook op vooruit, maar net weer iets minder. Dus iedereen gaat erop vooruit. En dat is toch zo mooi. Hè? Wie had dat nou verwacht, dat wij met een plaat komen, dat het CPB gisteren een plaat laat zien die zegt meer banen, meer werkgelegenheid, meer koopkracht, minder werkloosheid. Alles staat in het groen. Alles gaat beter met Nederland dankzij dit kabinet, wat er nog moet komen. En ik ben er heel blij mee.